Dit is Halbe. Halbe leidt aan VVD, Vanished Values Disorder. VVD is een acute stoornis waarbij de patiënt voortdurend last heeft van krampachtige, populistische uitspraken. Doordat ze de waarheid en gevoel niet meer kunnen onderscheiden, kunnen VVD-patiënten schade toebrengen aan hun omgeving. Bijvoorbeeld met een veel te grote auto. Symptomen verhevigen bij dreigend verlies van zetels in peilingen en maatschappelijke veranderingen. Als de ziekte niet snel aangepakt wordt, is de kans groot dat de patiënt een eigen partij opricht. In extreme gevallen kan VVD leiden tot rechtszaken. De Jonge Democraten strijden sinds jaar en dag voor een leefbaar bestaan voor VVD-patiënten. Zo hebben de Jonge Democraten samen met andere partijen een speciale jas ontwikkeld, waardoor het liberale hart weer kan aangroeien. Maar dat is niet voldoende. Een speciale behandeling van heliumballonnen, fietstochten en stilstaande file helpt de patiënt sneller te revalideren. Zo kunnen veel patiënten weer uitkijken naar een terugkeer in de samenleving. En doe het niet zo abrupt als RTL op dit moment doet. Daarmee vermoord je het Sinterklaasfeest. Helaas heeft Halbe nog een lange, geleidelijke weg te gaan. Word daarom lid. Ga naar jongedemocraten.nl en help mensen zoals Halbe aan een betere toekomst.